De plannen zoals die nu voorliggen staan haaks op al hetgeen beloofd en verkocht is. Wij vragen ons af of de gemeente Almelo zichzelf ziet als een betrouwbare overheid. Wij in elk geval niet meer. Wij wonen in Almelo Noordoost. Wij zijn met wervende brochures naar Almelo gehaald. Want daar zou ruimte en plaats zijn voor grote kavels. Hebben we ook gekocht. Er zou niets in onze achtertuin komen. Na een tijdje werd daar grond verkocht, zouden er 3 huizen komen. Nu wordt het hele bouwvak nummer 10 wordt volgebouwd van 26 naar 68 woningen. Of het definitief verandert, moet nog blijken. Hè? Want we zijn alleen nog maar bezig om zeg maar, uit te horen en uit te vragen hoe iedereen daarover denkt. Feit is dat we al 13 jaar lang bezig zijn om die kavels uit te geven en er nauwelijks verkoop in zit. Feit is dat we wel een heleboel vragen hebben naar kleinere vrijstaande kavels, tussen de 500 en 1000 vierkante meter. En feit is dat we weinig andere plekken in Almelo hebben waar we daar wel op in zouden kunnen spelen. En dan is dit de enige plek. In het midden ligt een overgangsgebied en aan de oostkant tegen Maria Parochie moest een landelijk gebied komen met grote kavels, zodat het langzaam overging in het agrarisch landleven. Daar worden nu kavels gepland van 500 vierkante meter in plaats van 2000 plus. En die wijk heeft geen ontsluitingsweg aan de oostkant, alleen maar een klein landweggetje. Dat is dus niet berekend op veel verkeer. Er is niet gerekend op de waterhuishouding van zoveel meer woningen. Er zijn geen straten voor aangelegd. De gemeente heeft het idee, of althans BMW heeft het idee, dat ze de buitenrand van het gebied alvast kunnen verkleinen. Maar daarmee sluiten ze het binnengebied helemaal af. Dat is iets van 19.000 vierkante meter die dan niet meer verkocht kan worden. Tenzij er straten worden gelegd en daar is een formele bestemmingswijziging zeker voor nodig. We zitten aan de voorkant van de procedures. Ze hebben nu alle kansen om in te spreken, wat ze vanavond ook gedaan hebben. En ik vind ook terecht dat ze dat doen. Ik vind dat recht hebben ze, dus daar moeten ze gebruik van maken. We hebben ook nog een afspraak met hun dat we apart met hun aan tafel gaan. Er komt nog een politiek beraad over. Als wij straks het bestemmingsplan moeten wijzigen, gaat er ook de normale procedure voor het bestemmingsplan lopen. Dus we zijn nog lang niet zover dat daar daadwerkelijk gebouwd kan worden. En we zijn ook nog lang niet zover dat de beslissing definitief is.